Ik denk dat FCM een elfde wordt in de competitie. Ik verwacht van FCM dat ze dit jaar in de subtop meedraaien. En dat ze nog een paar jongens uit de regio aantrekken. Daarvoor kom je naar het stadion, tenminste ik wel. Ik ben wel tevreden hoe het vorige seizoen is gegaan. We staan wel een paar wedstrijden bij waarin het niet zo goed ging. Maar de wedstrijd waarin ik vaak in het stadion was, die verliep vaak wel goed. Ik verwacht dat Emmen elfde wordt in de competitie. En ik denk dat... ja, dat gewoon Emmen wel goed gaat doen en zo. Mama, wat moet ik ook alweer zeggen? Hé, hey, mama. Ik denk... ja, derde? Ja. Bart de Groot. En waarom? Omdat hij heel goed kan voetballen. Goedemiddag, ik ben Walter Verdoren. Ik kom uit Papendrecht, dus helemaal uit het verre westen. En ik wens FC Emmen een heel goed seizoen in de Jupiler League. En misschien komen ze volgend seizoen wel weer bij Dordrecht. Want dat is gepromoveerd naar de Eredivisie, zoals jullie weten. Ik wens Emmen veel succes. Nou, ik vond vorig seizoen Bergkamp wel goed. Maar ik denk Menting wel. Nou, ik hoop dat de FCM van het jaar toch echt goed verder komt als nou afgelopen jaar. En dat de journalisten niet altijd voor niks erin gaan bij de uitwedstrijd. De beste speler wordt Cas Peters. De wedstrijd tegen Feyenoord, dat belooft al veel goeds. Dus als ze die lijn doortrekken, dan moet het zeker goed komen. Nou, het verdedigen, want als ze op rechts gaan, moeten ze meer terugverdedigen. Want staan minder voor en dan staan meer achter dan minder voor. Okay. Dus dat moet wel iets veranderen. Ik hoop in de Eredivisie, maar ik ga daar niet van, ik weet niet. Nou, ik hoop dat ze in de play-offs komen. Ik wil nog graag wel eens een keer in de Eredivisie zien namelijk. Ja, en denk je dat het mogelijk is, ja? Nou ja, het is nooit onmogelijk om in de play-offs te komen. En wie weet wat er dan gaat gebeuren.